Heb jij ooit in je leven een schildpad zo snel zien rennen? Want ik heb dit nog nooit gezien. Kijk hoe snel die schildpad ging. Ik denk oprecht dat deze schildpad sneller is dan ik. Moet ik me zorgen maken? Deze mevrouw die heeft geen werk, waardoor ze heel veel vrije tijd heeft en dit soort dingen blijkbaar gaat doen. Ik weet niet wat dit is. Maar het ziet er wel heel cool uit. Maar wat is het? Een of andere modderrivier waardoor je heen kan glijden? Ik heb dit echt nog nooit gezien. Blijkbaar is de rivier in Chicago op dit moment groen. En het blijft zo voor vijf dagen. Wat. Wat wa, 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 waarom? Ja, waarom? Ik heb zoveel vragen. Blijkbaar is dat dus voor St. Patrick's Day. Je weet wel, dat is die dag met zeg maar ja, met dat klavertje drie en zo en dat is alles groen. En dan doen ze in Chicago dus heel het rivier groen maken. Dat is echt lijp. <laughs> Dit is de grootste zeehond Ter wereld, bro. Dat ding is niet normaal groot. Dat ding is oprecht vijf keer ik. Gewoon vijf keer. En ik ben groot. Dus dat zegt al heel veel hoe groot die zeehond is. Oeh, ja, laat het vallen. Laat het vallen, laat het vallen. Kom maar, laat het vallen. Ja. En dan gaat hij dan... Oh, oh, oh. Dit is zo so satisfying. Oh, wat ben ik blij dat ik dit nu wel een keer gezien heb. Quad rijden in Bali. Oké, okay, ik dacht dat dat wel leuk zou zijn. Maar dat het zo ziek eruit zag, dat, dat wist ik niet. Dit is echt lijp. Zeg maar, het lijkt net alsof ze, alsof ze in een of andere film zitten. Zo ziek ziet dat eruit. Ze tekent een visje op een lepel. En dan stopt ze die lepel in het water... En dan blijft dat visje dus in het water. Ik weet niet of dit legit is. Maar als dit legit is, dan is het wel heel cool. En dan ga ik dit 100% een keer proberen. Zeg maar, ik heb dit nog nooit gezien. Oprecht, nog nooit. Dit is toch lijp? Deze mevrouw gaat met een microscoop kijken op haar vinger. Dit is dus hoe je, je vinger, zeg maar, van heel dichtbij eruit ziet. Oké, okay, dat is echt heel ranzig. Gadverdamme. Waarom is. Zeg maar. Is elke vinger zo vies als, als, als je van heel dichtbij kijkt? Het lijkt wel... Ik weet niet waar het op lijkt. Maar het is echt heel erg ranzig. Uh, uh, uh. Vind ik niet chill om te zien of zo. En nu gaat ze ook nog eens kijken bij een nagel. Oh, bro. Gadverdamme. <laughs> Oké, okay, ik denk dat ik even mijn handen ga wassen. Ik ben zo terug. Oké, okay, de handjes zijn weer schoon. Let's go, we kunnen verder met deze video. Wat deze mensen tegenkwamen, ga je gewoon niet geloven. Deze mensen kwamen gewoon een ufo tegen. Bro, is dit echt of nep? Ik heb geen idee. Dit moet toch nep zijn? Dit moet nep zijn. Maar stel je voor, je ziet opeens een vrachtwagen rijden. En daar achterop ligt een ufo. Ik zou echt denken van... Ik weet niet eens wat ik zou denken. Ik zou gewoon duizend errors krijgen. Ik zou gewoon... Oh, nee. Het is een snowboard. Oh, nee. Ik gaat. Niet... Oh. Wat? Oh, dat is echt. Dat is echt. echt niet leuk. Dan ben je dus boven op de berg. Maar dan heb je dus geen snowboard meer. Ik wens je heel veel succes. <laughs> dat zo'n ding er überhaupt uit kan vallen. Dat is echt lijp. Je moet met de fiets naar school. Maar je woont in Florida. Wat? Oké, okay, daar staat opeens een mega grote alligator. Wat ben ik blij dat ik even in Nederland woon? Zeg maar, de lijpste dingen die ik op mijn fiets tegenkom zijn lieve heersbeestjes. <laughs> Zal ik mijn kamer schoonmaken? Wat is dit nou weer? Huh? Oh, wat? Hij maakt er gewoon zo'n rookwolkje met zijn sokken. Oké, okay, uh, ja. Ten eerste, dat is super cool. Ten tweede, je moet zeker je kamer schoonmaken. Hehe. <laughs> water. Oké, okay, wat gaat er gebeuren? Een fles water. Ge-rick-rolled! Yeah, let's go! <laughs> Oké, okay, ja, die zag ik zeker niet aankomen. En ik weet ook niet wat voor magie dit is. Dat er opeens water komt en een foto van Rick... 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 Rick. Ik weet niet eens hoe die heet. Rick... Rick... Aston? Of iets? Ik weet het niet. We gaan gewoon verder. Volgende TikTok. Dit was het perfecte moment. Wat? Oké, okay, dit is wel heel lijp. Dit is een hartje. En daar rechts zie je ook nog een soort van pijlenboog. Met een vliegtuig. Zeg maar... Dit is. Dit moet nep zijn. Zeg maar, dit kan niet. Dit kan gewoon niet. Deze gozer is blijkbaar de beste serveerder ter wereld. Ik ben heel benieuwd. Wa. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Jij, meneer, bent de allerbeste serveerder ter wereld. Twee glazen tegelijkertijd inschenken. Next level. We zien links een vol bekertje. En rechts een leeg bekertje. En als je Rietje dus op die manier doet, dan. Gaat het blijkbaar automatisch, zeg maar, naar de andere toe. Wat? Het zag er zo simpel uit. Maar ook tegelijkertijd, zeg maar, zo cool. Dit is gewoon natuurkunde. Ik snap hier helemaal niks van. Ik heb het ook nog nooit gezien. Maar wel super cool. Dit is hoe ze biertjes serveren in het Tottenham Hotspur stadion. Ja, ze zetten letterlijk een biertje daarop. En dan vult die automatisch. Ik moet dit hebben! Waar kan ik deze gadget halen? Stel je voor, je kan je glas gewoon ergens neerzetten. En dan gaat automatisch cola in of ofzo. Dat, dat is lijp. Blijf. Dit zijn zeehondjes die niezen. Ja. <laughs> ja, dit zijn dingen die je nog nooit gezien hebt. En ja, dit had je gewoon één keer in je leven moeten zien. Een zeehond die niest is gewoon geweldig. Wat is dit? Dit is een pisbak. Van twee kanten en ook nog een toilet in dezelfde kamer. Oké, okay, dat is zeg maar iets te gezellig. Naast elkaar plassen, weet je wel, is al best wel weinig privacy. Maar dit gaat wel iets te ver. <laughs> Iedereen heeft deze vogel nodig, want dan hoef je dus nooit meer te werken. Dit is letterlijk een vogel die geld steelt, bro. Wat? Dat is echt niet normaal. Stel je voor, je hebt je vogel gewoon geleerd om geld te stelen. Dat moet illegaal zijn. Dat moet illegaal zijn. Maar wie is schuldig? Ga je de vogel in de gevangenis zetten of zo? Want uiteindelijk heeft de vogel het geld gestolen. Dit zou een grappige rechtszaak kunnen zijn. Hoe is dit mogelijk? Oké, okay, hij gooit water op zijn auto. En. Oh wat! Gewoon instant is het bevroren. Dat is echt lijp. Dat is erg lijm. Oh my god. Dat is zo cool. Ik ben zo jaloers dat deze meneer dit mocht doen. En dat ik dit niet mocht doen. Ik wil dit ook een keer doen. <laughs> Kijk, gewoon nog één keer. Dit is gewoon zo cool. Zeg maar, ik ben ook gewoon benieuwd of zeg maar. Of het, of het, zeg maar, dat water dat hij op de auto gooit. Of dat nu, zeg maar, naar zo'n sluspuppie smaakt, weet je wel. Want volgens mij is het een beetje diezelfde substantie. In ieder geval, dames en heren. Dit waren dingen die je nog nooit gezien hebt. En nu heb jij geluk. Heel veel geluk. Want dit zijn nog meer dingen die je nog nooit gezien hebt. Ja, klik snel op deze video om dat te zien. Want deze video tijd. in 3, 2, 1. Mick, out.